De leiding van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal binnenkort ook geen mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus toelaten op het departement. Dit zei de bewindsvrouw Reshma Kuldeep Singh eerder deze week voor aanvang van de Raad van Ministers. Kuldeep Singh stelt dat de regels deel zijn van het nieuw beleid dat de regering bezig is uit te stippelen. Ik op mijn ministerie word dat ook het beleid, omdat ik natuurlijk niet wil dat meer. Kijk, iedereen wil een veilige werkplek. En een veilige werkplek betekent natuurlijk ook dat iedereen gezond en wel op de werkplek moet zijn. En mensen die gevaccineerd zijn, moeten geen slachtoffer worden van mensen die niet gevaccineerd zijn en naar binnen komen en ze worden toch nog besmet. Dus het is een beetje logisch dat we richting die kant op gaan en dat we dat die keuzes gaan maken. Collega-ministers Albert Ramdien en Riyad Noor Mohammed hebben eerder ook bepaald dat niet-gevaccineerden hun departement niet meer mogen bezoeken.